De gemeente Gulpen-Wittem is gestart met een cursus politiek actief voor de inwoners. Vervolgen wie dit idee is ontstangen. Eigenlijk een paar weken geleden, toen ik ook met de fractievoorzitters in de gemeenteraad een gesprek wou van wie kennen van hoe de lokale politiek nog dichter brengen bij de burger eigenlijk, zodat de burger ook begreep wat er eigenlijk gebeurt. En toen zorgen voor bij de gemeente Brunssum dat een dergelijke cursus werd georganiseerd. En toen heb ik eigenlijk de suggestie gedaan van, dat kunnen we misschien ook voor Gulpen-Wittem organiseren, dat voor onze inwoners uitnodigen om aan zo'n cursus politiek actief deel te nemen, zodat veer vanuit de gemeente kunnen uitleggen wat veer doen om de politiek begrijpelijk te maken en wie het eigenlijk heeft functioneert. Wie is het verlopen? Weet je wie het gedaan gaat of nee? Nou, met 29 aanmeldingen word ik in ieder geval heel erg tevreden. Dat 29 man de moeite hebben genomen om vanavond naar het gemeentehuis te komen en ook een aantal digitale, waren gewoon super. Betrokkenen waren goed, lui stelden goede vragen. Ik denk dat we een goede avond achter de rug hebben. En dan nog twee avonden te gaan na de zomervakantie. Dus de hoop is dat weer strak lui meer politiek actief betrokken te krijgen en ook meer lui die gaan stemmen misschien. Ja, precies. Dat is een van de doelstellingen. Even kijken, verleggen hoe wie de gemeente functioneert en wie de lokale politiek functioneert. En wellicht zullen lui dadelijk ook met het oog op de verkiezingen in maart 2022 zeggen van dat ze het zo interessant vinden dat ze zich bijvoorbeeld lid maken bij een politieke partij en misschien zelfs wel kandidaat stellen voor de verkiezingen in maart 2022. En dat is alleen maar winst, want uiteindelijk hopen we ook als gemeente dat lui betrokken zijn en ook weten wat er in hun eigen gemeente gebeurt en wie de politiek de besluiten neemt. Al met al een heel machtige club. Eigenlijk zijn zij de baas in de gemeente. Dat duurt overigens maar 4 jaar. Want dan kiezen de inwoners van de gemeente weer een nieuwe gemeenteraad. En dus zijn uiteindelijk de inwoners de echte baas. Wie heb je deze eerste avond ervaren? Nou, ik vond het bewonderenswaardig wie het vanavond is uitgelaagd. Ik hou bepaalde verwachtingen. En die verwachtingen zijn op dit moment deels uitgekomen. Ze hadden van alles over uitgelegd vanaf de top, het kabinet en zo dalen naar onder naar de gemeenteraad toe. En op die manier kies een beetje inzicht waarom dat de gemeenteraad bepaalde beslissingen waal en niet kunt nemen. En dat het eigenlijk afhankelijk is van het kabinet. En die inzichten, daar hadden ze dus vandaag een beetje wegwijs in gemaakt. Op een heel laagdrempelig niveau, goed tekst en uitleg. Wie zit je terechtgekomen? Nee, wat is de motivatie om te komen geweest? Nou, die motivatie die is eigenlijk al langer. In mijn achterhoofd spelen eigenlijk de komende verkiezingen in maart 2022. Met een beetje strak te proberen te kunnen betekenen voor de burgers uit de gemeente Gulpen-Wittem. En daaraan vooraf geeft natuurlijk een verkiezing. Ik ga mezelf als kandidaat op een lijst presenteren. En daaraan vooraf ook dan inderdaad die informatie om toch het meer basiskennis te krijgen rondom het actief politiek zijn binnen de gemeente Gulpen-Wittem. En een beetje ook te leren kennen de wegen, naar Rome die leiden inderdaad binnen de gemeenteraad en het gemeentehuis. Ze stemt misschien een toekomstig raadslid voor mij. Nou, dat hoop ik natuurlijk. Dat ligt een beetje afhankelijk van de burgers. En ik hoop dat ik me op deze manier inderdaad een beetje mag presenteren. En een beetje ook het gevoel en het vertrouwen mag laten brengen inderdaad via deze weg. Eigenlijk iedereen ongelooflijk bedanken voor de betrokkenheid en het feit dat jullie naar het gemeentehuis zijn gekomen. En de mensen ook die digitaal hebben deelgenomen, die digitaal deelnemen. Er waren nog 2 vervolgavonden van deze cursus georganiseerd.